Welkom bij Robin Hood. Dit is uw presentator Niels en vandaag gaan we een pooier pakken. Oké, okay, jongens, een pooier. Waarom gaan we godsnaam een pooier aanpakken? Gewoon omdat teringlijers, hè? Goeie reden. Ja. Wij zijn wel linker gasten. Is het al verstandig om een pooier aan te pakken? Ja, ze zijn net wel linker gasten, maar fuck dat. Als wij gewoon veilig te werk gaan. Er zijn hier wel nog pooiers, want ik weet dat de gemeente Amsterdam heel hard zijn best aan het doen is om die gasten van de straat te krijgen. Jawel, man, die zijn er sowieso nog. Ja? Ik denk ook dat je ze ook nog wel kan vinden. Ik denk dat je gewoon een hoer lastig valt. Dat je gewoon nog wel een pooier tegenkomt. Ik vind het ook echt wat voor jou om dat te doen. Voor mij? Ja. Ben ik weer de lul. Maar oké, dan hebben we dus een pooi op ons dak en dan? Ja, dan moeten we gaan uitzoeken waar die woont ofzo. Dus we hem achtervolgen en dan kunnen we daar iets flikken. Wat wil je doen dan? Iets van als, dat we dan zijn energie ofzo aftappen? Of dat we dan zijn energie afsluiten ofzo? En dan langskomen als elektricien. Misschien heeft hij wel een auto op een scooter, dat zou helemaal top zijn. Dan kunnen we iets met een wielklem doen. Ja, die wielklem plaatsen en daarna als parkeerwachter een boete uitdelen. Dus ja, het enige wat we dan nodig hebben is een wielklem en zo'n parkeerwachtersjasje? Maar jongens, first things first, we moeten eerst die pooier vinden. De klok slaapt. Het is gewoon een uur van de waarheid geworden, ik moet een roer gaan lastigvallen houden. Ik ga wel vervelend zijn, maar ik ga niet echt, echt, ja, maar dan echt komt er nooit vervelend. Een pooier. Zal ik het één keer voordoen? Zal ik het één keer voordoen? Ja, hoe jij aan de deur? Ja, hoe zo? How much? Nee, dat sowieso niet. Nippeltwist, alles, Pik. Ja. Wat stel je zelf voor? Wat wil je, maar hoe, ja. Hoe zie je het voor je? Gewoon kotsen aftrekken. Nee, maar dit gaan we juist, wat denk je? Ja, wat ga je doen? Ja, ik ga een hoer lastigvallen, vriend. Ja, hoe? Zo. Boy, that escalated quickly. Ja, ik heb er eigenlijk gewoon totaal geen zin in. Dat is gewoon het hele ding. Ik heb er geen zin in. Hey, jullie is Niels, die gaan aan de overkant staan. Die kunnen gaan van daar filmen. Ik ga wachten tot de pooier komt. En ik ga de pooier volgen. En dan hopelijk dat hij bij een scooter uitkomt of een auto. Daar zijn. Oh ja. Cool, ik ga er dat zo. Hello, how are you? It's for you. How much is it? 50 euros. 50? Yes. No, it's too much, man. Wow. I'm a pretty guy. That is not no problem. But I'm not ugly guy. Sorry. No. What can you do for me for 50? What? You can do it. I like everything. Okay, you put in the bag. It's coming. 30 euros. Can't we arrange something? I don't love it. I don't have 50. Sorry, it's not my phone. Yes. But 50 euros is crazy. Not 30 euros. Okay, hoeveel dan? Hoeveel dan? 50 euros is crazy. Ga je nog naar binnen of kan ik je op? Gozer, maar ik wil gewoon... Ga naar binnen dan, is goed. Of je kan ik het op? Kut. Waar is de vee? Zie jij Martijn? Nee. Is dat Martijn? Nee, dat is Martijn. Oh, dit is wel een link dit, hoor. Dit is een casino. Is hier in het casino? Ja, maar jullie moeten die kamer zo zijn. Jij zit in het casino. Ik wacht hier wel tot het eruit komt. Ja, die dude staat daar. Maar waar is hij? Oké, wij voegen hem aan. Maar hier moet hij dus echt zijn? Ja. Waar is dit? Ik denk dat hij hier ergens naar binnen is gegaan. Maar dat weet ik niet zeker. Ja, het is nu ook al 12 uur, Pik. Ja, ik gozer een beetje fucked up veel rondjes ik met die gozer heb gelopen. Ging hij weer daarin en dit en dat en zus. En het is ook irritant, je loopt achter hem, hij stopt steeds. Oké, okay, laten we gewoon één iemand daar op doen, één iemand daar op doen en één iemand daar. Waar is die vent dan? Wie zit hem? Gozer, dit is hem. Dat is hem. Hij loopt weg van de ballen. Hij loopt echt weg okay, van de ballen. Oké, okay, dit is pot op. Oké, go. Martijn zei niks. Ja, ik zie het niet. Wat? Hij stapt in een zwarte BMW. Hij stapt in de auto. Is dit een zwarte BMW? Oh, dit is hem. Dit is hem? Oké, ga goed staan. Ga staan. Nee. Dit is de auto. Dit is hem. Dit is hem. Heb je zijn kenteken? Ja. Dat is een kenteken.
Wat? Kenteken. Maar dit is kenteken, dat is top. De gast heeft gewoon een fucking auto, ouwe. Ja. Wat we hoopten. Maar goed, nu moet de volgende stap nog genomen worden. We moeten een wielklem bij hem gaan zetten. Ja, dat de volgende stap is om opnieuw zijn auto te vinden. Ja, morgen. Dus dat gaan we morgen doen. Maar wie zegt dat hij morgen moet werken? Misschien ja, dat zien we dan wel. En als morgen niet is, overmorgen. En als het overmorgen niet is, dan is het overmorgen. Dag 2. Wielklem is binnen. Yes, en ik heb je parkeerswachtersjas. Ja. En daar in de jaszak zit ook het gele bonnetje die je op de ruit kan leggen. Ah, top. Je moet alleen nog even een bord vinden met verboden te parkeren. Dan hebben we een legitieme reden om die bon uit te schrijven. Ja, die kunnen van de gemeente lenen, toch? Rennen buiten, ja, pak een bordje. Hier, pak hem dan. Daar zo. Moet ik dat doen? Ja. Ja, ik kan het ook doen. Nee, doe dan. Klootzakken. Heel slim dat je deze kant ook hier doet. We zijn weer terug op de Wallen. Gaan nu de auto zoeken. Ja, zo'n auto kan natuurlijk in de hele stad staan. Dus ik heb er een beetje een hard hoofd in. Maar ik heb zo'n idee, als hij weer terug is op de Wallen, dan moet hij hier staan. Ja. Bij Nieuwmarkt. Laten we zeggen dat jij met Joost dan gaat en dan ga ik met jullie. Dan splitsen we op. Dan hebben we iets meer kans. Oké, een zwarte BMW in Amsterdam. Succes! Het gaat nooit lukken. Straks werkt hij niet vandaag. Ja, dat wordt gek. Morgen weer. Ik denk dat we meer die kant op moeten. Ja, maar het is ook zo dom, want die gozer kan alles doen vandaag. Hij kan nu hij kan ook op een scooter de hele komen. Dag in Utrecht zitten. Ja, daarom. Anderhalf uur geleden zijn we begonnen. Ik heb zo'n gevoel dat bijna elk straatje in Nieuwmarkt nu al af zijn gelopen, Joost. Maar misschien moeten we gewoon morgen terugkomen, joh. Ja. Hij kan ook dat hij vandaag vrij is, inderdaad. Ja. Ik heb niet het idee dat dit gaat lukken. Martino! Ik heb de auto gevonden, ja. Je gelooft het niet. Nee! Hey, kom maar op FaceTime als je me niet gelooft. Nee! Ja, laten we nu die wielklem halen, het bordje halen en dan let's go. De gast zwaar aan het kijken. Ja, de gozer in die winkel zat mij echt heel erg aan te staren. Zeg maar, die zag mij dat bord plaatsen. Die bleef echt van, wat de fuck ben je aan het doen? Ja, Martijn ziet er ook uit als een normale gast. Ja. Jij ziet eruit als een parkeerwachter. De vijs? Ja, die fuck niet. Waar ben je een beetje van wielklem op? Ja, ik heb één keer geoefend. Ja? Voor mij is het best lastig, maar ja. Wat een kut idee is dit, zeg. Ah, oh, daar komt-ie. Hij is ook een met het acten. Sorry. Excuse. Oh, hij is met een dude aan het praten, ouwe. Hij staat verkeerd. Maar mag hier niet zonder? Nee, alleen hier niet. Oké, okay, wat ik dacht al. Want vanmorgen stond het bord er net pas. Ja, deze staat op. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar hier mag je wel staan. Alleen op deze mag je niet kunnen. Is goed. Oh, jij gaat hem nou... Ik moet hem pakken, helaas. Oké. Okay. Ja. Maar dat bord is net pas neergezet. Vanochtend. Vanmorgen. Ja, dat had ik misschien kunnen wijken. Ja. Pech. Oké, ja, daarom. Fijne dag. Het is echt niet zo makkelijk hoor, zo'n wielklem. Ik heb het ook één keer geoefend. Ik denk dat ik na een kwartier dat ding er nog steeds niet omheen had. Kut, wat gaat hij ook weer? De Niels heeft ook twee linkerhanden. Het kan echt uren duren dit. Hoe werkt dit, jongens? Hij heeft gewoon een heel publiek. Een half uur is hij een wielklem aan het proberen neer te zetten en het lukt niet. Merktype BMW, €150. Wielklem verwijderen, bel 0900. Wait. Jezus, Minus, hè. Zo, gozer, er kwamen alleen maar mensen op jou. Ja, is dat trilling, man. Ik zit met Martijn op het terras. Even een biertje te doen tegen de spanning.
Ja, ik heb die goos nog niet kunnen spotten houden, maar ik wacht wel even. Laten we zeggen dat we tot uurtje of 8 uur vandaag gaan wachten. Ik ga hier niet tot 8 uur in de kou staan, ben je gek? Ik wil het best doen, maar dan gaan we gewoon afwisselen met elkaar. Nou, als hij de pooien ziet, dan belt hij ons. Ja. Oh, ik heb hier zo geen zin in, jongens. Wat is hem, ouwe? Yo, Joost. Niels, die gast is er, ouwe. Ja, die dude is er. Hij zit nu in de auto. Maar hij kan niet weg. Hij staat klaar. Hij gaat je zo meteen bellen, ja? Oké, ja, ja. Hij schrijft ooit. Hij is er. Hij is er? Hij zit ooit in zijn auto. Oké. Okay. Oh, shit. Locatie, kentekennummer. Parkeerbeheer is het, hè? Oh, ja, dat wel. Oké, ja? Ja, ja. Goedemiddag, met parkeerbeheer. Staat vast. Oké, okay. En waar staat u dan precies? Bij de Spinhuissteeg. En wat is precies het probleem? Een wielklem. Oké. Okay. Ik ga even opzoeken in het systeem. Heeft u een ogenblik? In principe wordt de auto over 2 uur weggesleept, zie ik. Dat kan ook veranderd worden, want ik zou eventueel nu naar u toe kunnen gaan en de wielklem eraf kunnen halen. Daar komen wel kosten bij, dat is €150. Als de wagen zo meteen komt om uw auto weg te slepen, dan kost het u €450. Dus ja, het is maar net wat u wilt. 150? Oké, okay, nou, dan ben ik in 20 minuten bij u. U moet het contant afrekenen. Hij is opgegaan. Hij zei, kan ik erop schieten op? Je moet zo meteen mee. Ik ga niet mee. Nee, maar je moet wel op een afstand. Natuurlijk, want die gaan we. Dit is echt heel dom dit. Dit is echt heel dom dit. Nielsje is de lul. Nielsje is de lul. Op naar de dood. Succes! Het is de eerste parkeerbeheerder die ik heb gezien die op een Vespa rijdt, dus dat wordt leuk. Oh, jongens, waar ben ik aan begonnen? Focus. Doe gewoon mijn werk. Shit. Dat is Niels uit. Goeiedag. Jij bent van de klem? Ja, van het parkeerbeheer. Ja, wat is dit eigenlijk? U heeft verkeerd geparkeerd, zie ik. Oh, sorry. Ik had hier gewoon parkeren. Nou, kijk, hier is een bord. U kunt hier op dit moment niet parkeren. Dus staat u hier al langer. Ik sta hier sinds vanochtend. En vanochtend om 7 uur 's ochtends is deze geplaatst. Ik zweer dat ik niet gezien heb. Ik kan de crème weghalen, maar dat kost u wel €150. Of u kunt ervoor kiezen om de crème niet weg te laten halen en dan wordt die weggesleept. En dat kost u dan in totaal €450. Ik heb een rondje voor het rondje. Oké, nou, hartstikke goed. Ja, dank u wel. 150, ja, helemaal goed. Hoe lang moet ik weghalen? In principe moet ik binnen een minuutje klaar zijn. Ja, kill, ik ga. Dit gaat niet gebeuren. Kom op, nee. Yes. Ja, hij is eraf. Fijne dag, meneer. Is het gelukt? Nee, weet ik. Ik ben bijna nog nooit zo nerveus geweest, denk ik. Gewoon een pooien afpersen, ouwe. Nou,
Cornelis. Dit was zo dom. Dit was echt te zien. Maar het is wel gelukt. Ja. En we hebben het er even over gehad, want het is natuurlijk echt best wel riskant. Maar we gaan toch uitzenden. Ja, met gevaar voor eigen leven. We blurren hem wel uiteraard, dus ik hoop... Ja, en als je hem toch te zien krijgt, meneer De Pooyer, het was Niels' idee, oprecht. Het was Joost's idee. Laat mij met rust. Het was... Helemaal niet, hij bek joh. Maar laten we maar even kijken naar de totaalstand. We hebben gisteren natuurlijk 150 euro opgehaald. En met Astro TV was dat 64,80 euro. Dus we hebben het al beter gedaan dan de vorige keer. Dat zeker, maar we komen nu op een bedrag uit van 214,80 euro. Maar ja, dat betekent dus dat we nog ruim 87 euro moeten ophalen. En we zijn al op de helft van deze serie, Nelis. Ja, we mogen aan de bak. We moeten weer nieuwe slachtoffers gaan zoeken. En ben jij nou heel erg benieuwd wie dat nieuwe slachtoffertje wordt volgende week? Dan moet je gewoon weer kijken naar Robin Hood. Tot volgende week.